als je daar aankomt voor het eerst in die mooie haven, met die mooie baaien, met die mooie mahoniehouten schepen. Wat fijn dat u weer kijkt naar Rondreizen TV. Deze week is mijn gast Nathalie D'Alessandro van SWS Sailing. Dat zijn Blue Cruises, daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Maar van waar jouw exotische naam? Dat is een Italiaanse achternaam, Ron. Ja. Mijn vader die kwam uit Italië, van Sicilië om precies te zijn. Ja. Dus ik heb voor 50% Italiaans bloed door de aderen stromen. Leuk. Ja. En ben je hier geboren in Nederland? Ik ben geboren en getogen in Nederland, ja. Mijn vader heeft ook altijd in Nederland gewoond. Okay. En mijn moeder was een grote struizen, of is een grote, ze is wat kleiner geworden, ze is wat ouder, struis, blond. Blauwe ogen, yeah. En ik lijk op mijn vader. En ik draag zijn fantastische achternaam. Ja, prachtig, ja. Vertel eens, Blue Cruises, dat zijn zeilcruises langs de Turkse en Griekse kust. Die organiseer jij. Wat moet ik me precies voorstellen bij een Blue Cruise? Ja, het is eigenlijk een kleine cruise. Je ziet hier een schip, een zeilschip. Mm-hmm. Daar kunnen meestal iets van 12 mensen op. We hebben een paar kleinere schepen waar er 8 op kunnen. We hebben ook een aantal grotere waar er 16 op kunnen. En het is dus een mini-cruise. En onze schepen in Turkije kunnen ook nog eens een keer echt zeilen. Nee. En dat hoef je niet zelf te doen, want dat doet de bemanning. Dus er is een kapitein, net als op een heel groot cruiseschip. Maar is het gewoon in het klein. Er is een kok die voor je kookt. De matrozen die maken schoon. Ze maken zelfs de bedden op. Ze dekken de tafel. Doen de afwas. En het heet Blue Cruise, omdat je over zo'n prachtig blauw water cruist. Ja, ja. Ja, want dat is daar natuurlijk, die Griekse eilanden en Turkse kust en zo. Dat is allemaal dat schitterende Mediterrane. We zien het hier, supermooi blauwe water. Ja. Ja, dat is echt heerlijk. Ja, daarvoor hoef je niet helemaal naar Curaçao te vliegen, zeggen mensen wel eens. Ja. Je hebt het hier op 3,5 uur vliegen afstand al. Ja, echt dichtbij. Ja. Ja. Maar ik ben toch benieuwd hoe je daar dan toe gekomen bent. Hè? Want SWS Sailing, dat ben jij. Hè? Dat heb je helemaal zelf opgebouwd. Maar hoe is dat begonnen? Hoe ben je in die reiswereld terechtgekomen dan? Dat is al lang geleden. Ja. Dat is 27 jaar geleden ondertussen. Yeah. Dat ik eigenlijk bij toeval in de reiswereld... of nee, niet bij toeval in de reiswereld terechtkwam... maar wel bij toeval bij een bedrijf terechtkwam... die hetzelfde deed wat ik nu doe. Mm-hmm. Dat bedrijf bestaat helaas niet meer. Het was Tussel Cruising, een hele toonaangevende reisorganisatie... gespecialiseerd in die zeilcruises. Yeah. En... ja, ik moest mee met die reis voordat ik daar mocht komen werken. Mm-hmm. Nou, dat was natuurlijk geen moeilijke beslissing voor mij. Nee, tuurlijk wil ik wel mee. Oké, toen mocht ik in dienst komen. Dus ik ben eind oktober een week mee geweest. 1 november ben ik in dienst gekomen. En vanaf dat moment is het een soort liefde die ontstaan is. Als je daar aankomt voor het eerst... in die mooie haven, met die mooie baaien, met die mooie mahoniehouten schepen. En dan hebben we het over welke haven? De haven van Bodrum in Zuidwest-Turkije. Okay. Je komt eraan en dan... ja, en de mensen, het zijn zulke lieve mensen, zulke gastvrije mensen. Ja, er ontstaat een band. En het is nooit weer weggegaan. Hm. Ik ben na 5 jaar daar weggegaan. Ik denk, ik ga eens wat anders proberen dan de reiswereld. Maar het bloed kruipt gewoon waar het niet gaan kan. En ik ben weer teruggekomen. En nu ondertussen al langer dan 10 jaar mijn eigen bedrijf. Ja. En het leuke is dat ik nog steeds met dezelfde mensen samenwerk als waar ik toen mee werkte. Okay. Dus jongens die toen stagiaire waren op een 15e, 16e, die zijn nu kok, kapitein. En zelfs nog 2 kapiteins die toen al als kapitein bij dat bedrijf werkten. Toen waren we collega's, die werken nu voor mij als mijn kapiteins. Ja, leuk. Ja. Ja, want het betekent dus, je zegt het al min of meer, dat jij gewoon een aantal eigen schepen hebt. Ja. Die heb je in de loop der tijd gekocht, laten opknappen. Ja. En daar zet je dan bemanning op. En die zijn in dienst bij jou ook. Ja. En dat is wel bijzonder, lijkt mij. Ja, en best wel zwaar ook. Hè? Dat is zwaar en bijzonder. Ja. Maar ik ben voor mezelf begonnen omdat ik vond dat het beter kon. Dat het anders kon en dat het anders moest en beter moest. En als je wat wilt, dan moet je ook wat gaan doen. Ja, wat miste je dan? Ik miste dat ik, omdat ik mijn eigen schepen niet had... kon ik niet zeggen van zo wil ik ze hebben, zo wil ik dat jullie werken. Dus toen moest ik eigenlijk wel eigen schepen gaan kopen. En dan kon ik ze aanpassen aan de manier zoals ik het wil presenteren. Ik vond dat het gewoon goed was, leuk was, maar dat het
anders kon, beter kon. En daar ben ik dus eigenlijk sinds SWS Sailing mee aan het bouwen gegaan. Maar is beter, bedoel je daarmee qua het culinair, qua de inrichting, qua al dat soort dingen? Alle dingen, echt eigenlijk faciliteiten. Dus dat kan echt op heel erg detailniveau zijn. Noem het kussentjes of gordijntjes. Mm-hmm. Die er vroeger niet waren, wat allemaal heel basis is. Tot een verse koffiebonenmachine, tot airconditioning. Tot dat ik plastic afval wil besparen. Dus ik wil niet meer dat we plastic flesjes water aan boord hebben. Dus dan moet er een waterkoeler komen. Er moeten speciale andere flesjes komen. Het culinaire niveau, ik heb wat voor je meegenomen. Ja, over onze culinaire ambities. Ja. Ik wil dat het eten ook op een bepaald niveau geserveerd wordt. Mm-hmm. Dus om dat allemaal te kunnen realiseren, moet je wel met je eigen schepen en je eigen personeel gaan werken. Ja. Dus ik heb een aantal eigen schepen en daar heb ik eigen personeel op. Maar daarnaast werk ik ook nog met een aantal andere rederijen die ook hun schepen op een kwaliteitsniveau hebben, wat ik wil aanbieden. Mm-hmm. Want ja, het is misschien mijn eigen onzekerheid, maar als ik A zegt, dan wil ik ook B doen. Dus ik vind het heel belangrijk dat wat ik beloof, dat dat ook waargemaakt wordt. Ja, dat vind ik zelf belangrijk. Ja. En ik wil ook dat de mensen die op vakantie gaan op onze boten, ja, het ook gewoon goed hebben. Ja. Ja. We gaan bijna afronden, want morgen gaan we hier natuurlijk uitgebreid weer over verder praten. Maar dan wil ik wel weten, als mensen nou zo'n Blue Cruise boeken, waar moet je dan op letten? Het jaargetijde, het schip, wat is nou handig om te weten? Ja, het is eigenlijk heel erg verschillend voor jouw wensen. Ben je iemand die met heel eenvoudig tevreden is? Of ben je iemand die, laten we het zeggen, heel verwend is? Vind je het belangrijk om in een koele hut te slapen? Of zeg je van nee, ik ga lekker 's nachts onder de sterrenhemel op het zonnedek slapen? Dat kan ook. Dat kan ook, ja. Dus eerst breng ik de wensen in kaart. Mm. En dan kan ik daar het geschikte schip, de verschikte klasse, zeg maar, bij presenteren. Ja. We hebben verschillende klassen. Het gaat echt van basis tot comfort tot premium deluxe. Mm-hmm. En onze eigen schepen zitten in de comfort en in de premium deluxe klasse. En jaargetijden, is dat ze varen niet het hele jaar door, denk ik? Hè? Nee, we varen van half april tot eind oktober, begin november. En ben je iemand die zegt van nou, ik hou heel erg van de zon en de warmte. Ja, ga dan in juli, augustus. Realiseer je dan wel dat het dan ook druk is. Hm. De schoolvakanties zijn dan ook. Dus, dus de meeste mensen die met ons op vakantie gaan zijn 40 plus. En die kiezen dan toch voor mei, juni, september, oktober. Het is dan iets minder heet, maar het is prachtig weer. 25 tot 30 graden. En als je zegt van ik hou heel erg van de archeologie. Ik wil graag aan land excursies maken. Dan zeg ik ga dan juist in april of mei of in oktober. He, dan kan je lekker lopen. Ja. Dan heb je het minder warm als dat het 25, 30 graden is. Dus het is ook maar net een beetje, hoe wil je je vakantie invullen? En dan, dan kan ik daar ook dus nog het juiste jaargetijde bij adviseren. Heel goed. Ja. Goed om te weten allemaal. Ja. We gaan morgen lekker verder. Ik hoop dat u er dan ook weer bij bent.